Speelde hij de pannen van het dak met Touch of Joy en met zijn sisters, maar nu doet hij het vreemd genoeg kalmer aan en in het Nederlands. Waarom toch? Hier is Sergio. Sergio, we willen het absoluut hebben over die zeer verrassende nieuwe wending in jouw toch al bizarre carrière. Je gaat er in het Nederlands zingen, maar waarom? Waarom? Waarom zijn de bananen krom? Het is ook Nederlands trouwens. Waarom? Ik denk dat het gewoon een verlengstuk is. niet verkeerd begrijpen. Een andere verlengstuk. Van wat ik de laatste tijd gedaan heb in verband met het coveren zeg maar, van André Hazes. Hè. En ik heb ondertussen al 5 jaar geen platen mee gemaakt. En, waarom heeft dat trouwens zo lang geduurd voor jij nog een plaat? Ik had geen goesting. Zo simpel is het. Omdat als je een nieuwe plaat maakt, moet je het ook al gaan promoten. He, dan moet je naar Kortrijk rijden, naar Mazeik, naar de radio en al die toestanden. En gezien mijn agenda van de laatste 5 jaar, was dat de druppel die de MRD overlopen. Ja. Heb ik beslist gehad om geen plaat meer te maken. Nee, en dan heb je er ook beslist om er wel een te maken, een Nederlandstalige. Maar iedereen kent jou als een geweldige podiumbeest, geweldig nerveus, hevig. Nu maak je, ook met die single die je nu uit hebt, Ik laat je los, een trage plaat. Ga je ook heel rustig optreden, een soort ruptuur aan worden? Nee, want dan word ik zot. Dan pas word je zot. Ah, ja. Als ik, nee, ik bedoel, het nummer dat ik ook vandaag ga brengen, bijvoorbeeld, is ook een uitdaging voor mezelf. In die zin. Ja, voor ons is het ook een uitdaging, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar aan het uitspreken ben. In die zin dat. Waar ligt nu feitelijk de uitdaging? Dat is eigenlijk om de serieus niet kwijt te raken terwijl ik het nummer breng. En de mensen mogen er misschien mee lachen, wat dat gebeurt, maar voor mij is dat iets heel belangrijk. Waarom? Dat heeft me al heel veel gekost in mijn leven eigenlijk om op het verkeerde moment te lachen. Hoe wil je daar nu weer mee zeggen? Dat is hetgeen wat ik zeg. Bijvoorbeeld het nummer dat ik straks zal brengen. Ik herhaal het nog eens even. Stel dat ik nou zou beginnen te lachen. Op het moment dat ik het nummer breng van dat allure, dan gaat heel de geloofwaardigheid zoeken. Yes, en gaan er veel mensen zich ook afvragen, waarom lacht hij daar veilig bij? Ja. Dus te pas en te onpas lach ik altijd op momenten dat ik niet mag lachen. Dus in die zin is het een uitdaging voor mij om zulks nummer... Ja, trek je dat toch allemaal niet aan. Waarom ben je zo gefascineerd door André Hazes? Want laten we even kijken. Je hebt hem al eens een keer gecoverd, zeg maar. En je kan het goed. We hebben er beelden van. Je doet het echt goed, vind ik. Maar ik heb altijd een beetje problemen mee met mensen die nu, sinds hij dood is, ook opeens op die Hazes-trein zijn gesprongen. Ben je altijd een fan geweest van Hazes? Ja. Ja, dus laat ons zeggen, wanneer mijn interesse er was gekomen om de horeca-etablissementen te gaan te bezoeken, is ook meteen ook de interesse gegroeid voor het genre van André Hazes. Je bedoelt, toen je een eigen café had, trad je op en zong je nummers van André Hazes. Ja, ik vertaal het even voor de mensen. Hè? Ja. Ja, maar dat is effectief zo. Ja, ik weet het. En mijn vriendenkring, dat waren ook allemaal Hazes-fans. Dus dat wil zeggen, als wij dan, zelfs wanneer het één café, of mijn café dan destijds was gesloten, ging er nog ergens anders iets drinken ook. En als we dan van dat etablissement naar huis reden, dan was Hazes volle bak in de wagen, de ruit omlaag. Hè. Weet je, iedereen hoe kroket, behalve de chauffeur terug, want we hadden een bob. Ja. Heb jij hem ooit persoonlijk zien optreden? Nee. Dat is een van de enige artiesten eigenlijk van de Lage Landen, als ik het zo mag noemen. Ja, maar, allee. Is die juist of waar? Jawel. Ja, we lachen altijd op de verkeerde momenten. Die ik nog niet echt in levende lijven heb zien optreden eigenlijk. Maar wat wil je eigenlijk absoluut nog graag doen, wat je nog niet gedaan hebt? Je bedoelt muziek, muzikaal, bijvoorbeeld? Ja. Opera. Steek dat voilà. Niet op. Ja, leg dat eens even uit. Of laat eens iets zien. Heb jij een opera-stem? Ken je opera-nummers? Nee, want ik vind het ook geen absolute noodzaak om... Ik vond dat de uitdaging zo mooi is om dat toch eens gaan te doen.
Maar ik kan je zeggen, ik kan het nu vandaag niet doen, maar ik kan het wel een beetje. Waarom ga je het vandaag niet doen? Laten we eens een stukje horen. We zouden het heel graag hebben. Als ik dan mag misschien vragen, dan dat ik mijn muzikaal begeleid op de keyboard. Ja, maar mij is dat allemaal perfect. Wim. Parsifal van Wagner of... Ja, je speelt maar eten, ik vind wel iets uit, Wim. we gaan dat niet afslagen. Kom. Ja. Sergio. We zullen het ook maar dingen noemen, zeker. Hè? Opera singalong. Mag een beetje galm, een beetje... Ja? Komt mijn stem uit de boxjes hier? Oh, dan mocht je rust zijn. Dat had ik ook wel nodig als opera zanger. Oké, Wim, stop even. Stop even, Wim. Oké, begin dan. If I... Het was ook maar een stukje, hè? Maestro. Kijk, prachtig duo. Wim Obroek en Sergio. Het is niet een scenario eigenlijk ook wel. Nee, voorbereid. Zoveel als niet voorbereid. Dat is nog een abruptheid die echt gewend bent als ik in de Queen Elizabethzaal aan het concerteren ben en zo. Okay. Maar goed, daarom zitten we ook vandaag waarschijnlijk in deze kleine studio. Kijk, goed, Sergio, wel bedankt dat je dat toch absoluut even wilde doen. We bedanken ook Wim Obroek natuurlijk. Wim, bedanken ook Albert Verdijen. We bedanken Filip Joos. We bedanken ook Frank Raas, want dat waren onze andere gasten.